Trainer Henk de Jong, morgen de wedstrijd tegen PSV voor de beker. Hoe staat de selectie erop? Ja, die staat er gewoon goed op. En, het is maar 3 dagen na de vorige wedstrijd. Dus we moeten wel even goed kijken hoe we het neerzetten. Er zijn toch wat jongens die hebben last. En Marvin Piersman, die moet je beschermen. Die heeft 3 weken terug een scheur in de hamstring opgelopen. Nou, die deed fantastisch, moet ik zeggen. Dus er zullen een aantal jongens niet meedoen. Maar dat hoort gewoon even bij deze korte week. Hè. Het is 3 wedstrijden, 7 dagen. Het kan niet anders. Nee. Wat verwacht je van de wedstrijd van morgen tegen PSV? Nou, dat wordt voor ons een zware wedstrijd, zou ik je vertellen. Maar waar kan, gaan we toch proberen te voetballen. En als we maar dezelfde instelling weer hebben als afgelopen week. Hè, wat ook direct oversloeg eigenlijk op die tribunes. Dat was natuurlijk uniek wat hier allemaal gebeurde. Dus het was echt een 2-eenheid. Nou, dat moeten we eigenlijk erin houden. Als we dat houden, dan gaan we ook in de competitie. Want ja, de beker is prachtig, hè, een mooie wedstrijd. Maar de competitie is natuurlijk het allerbelangrijkste voor Cambuur. Dat is de levensader die we gewoon moeten vasthouden. Daar moet alles voor wijken. Nou ja, en als we die klik weer, die we altijd hebben, dat weer lekker erin komt, nou, dan gaan we nog heel veel punten pakken. Jamiro Gregory Montero. Zaterdag je debuut gemaakt voor Cambuur. En dinsdag zou je zomaar weer eens in de basis kunnen staan tegen PSV. Ja, wie weet, het zou heel mooi zijn natuurlijk. Ik heb zaterdag mijn debuut gemaakt. Heerlijk gevoel. En wie weet, speel ik morgen ook. Waar kom je eigenlijk vandaan? Vorig jaar heb ik heel het jaar zonder club gezeten. Daarvoor heb ik in Duitsland gevoetbald. Heb ik 1 jaar gespeeld bij een club heet FC Anker. Daar speel ik dan 1 jaar en trainde ik elke week mee met een club die heet Hansa Rostock. Hun spelen in de 3e Bundesliga. En daar trainde ik elke week mee, zodat ik eigenlijk het seizoen 14-15 daar zou spelen. Maar dat heb ik niet gedaan, dus ben ik naar Nederland teruggekomen. En toen ben je bij Jong Cambuur terechtgekomen. En nu hobbel je zomaar mee bij het eerste van Cambuur. Dat moet toch een goed gevoel zijn, denk ik? Ja, zeker een goed gevoel. Goed voor je vertrouwen ook. Ik bedoel, van maandag speelde hij dan een wedstrijd tegen Jong Feyenoord. Dan speelde hij op de jeugdcomplex van Feyenoord. En dan speel je zaterdag ineens... In een volle stadion hier bij Cambuur. Is heel mooi eigenlijk. Wat vind je van de club? Ja, het is een hele mooie club. Hele goede supporters, mooie supporters. Ja, het is heerlijk om te zien eigenlijk. En als we dan naar onszelf kijken, zaterdag de 0 gehouden. Dus de organisatie die staat nu wel. Ja, de organisatie stond goed. Alleen je krijgt morgen weer een heel nieuwe verdediging. Maar dat zijn we wel een beetje gewend de afgelopen weken. Dammers en Piersma kunnen niet starten. En Vitesse is nog een vraagtekentje. Dus het kan zomaar zijn dat er weer een heel nieuwe verdediging is. Maar het is niet anders. En ik vind ook dat we goede jongens erachter hebben. En dan gaan we met alle plezier mee spelen. En die maken dan ook stappen om weer omhoog te komen. En als het moet, gewoon in de basis te staan in de competitie. Dus ik heb er echt zin aan. En nieuwe jongens. We hadden net Jamiro even voor de camera. Die past zich ook goed aan. Ja, wat nu heel belangrijk is dat Jamiro... Kijk, dat jongetje doet het fantastisch. Dat heb ik ook gezegd. Maar die moet nu ook zeggen, oké, wij willen graag dat hij hier bij ons komt voetballen. Hij wil hier graag blijven spelen. Ja, dan moet je ook met je zaakwaarnemer en hij eruit komen. Oké, dan willen we lekker de rust van Cambuur, want hij heeft al een clubje of 6 gehad. De rust van Cambuur, daar kun je lekker doorontwikkelen. En ik denk dat heel belangrijk voor Jamiro is. Ja, lust om naar te kijken. Wat zeggen de jongens uit de selectie tegen jou? Hoe word je opgevangen? Ja, ik ben vanaf de eerste keer dat ik had meegetraind, werd ik al goed opgevangen. Ik zeg gewoon dat ik mijn ding moet blijven doen en gewoon mijn eigen spel spelen. Gewoon. Hoe kan het dat jij je zo makkelijk aanpast? Want het lijkt alsof het je helemaal geen moeite kost. Ja, ik denk het kost sowieso moeite. Ik denk, vooral als je... Kijk, net zaterdag had ik heel veel spanning voor de wedstrijd. Maar als je eenmaal op het veld bent, is spanning gewoon weg. En dan moet je gewoon je ding doen eigenlijk.